Gemeente lost toiletprobleem in Beekbergen op. De bewoners en horeca in Beekbergen klagen al ruim anderhalf jaar over het wild plassen en poepen in hun dorp. De horeca heeft last van een overmatig toiletgebruik zonder klantwinst. Zij pleiten samen met de dorpsraad voor een openbaar toilet. Waarom moet er een openbaar toilet komen in Beekbergen? Waarom zou die moeten komen? Ik denk dat het antwoord voor de hand ligt. Wij hebben hier vanaf twee kanten mensen die daar behoefte aan hebben om hun behoefte te doen. Dat zijn mensen die woonachtig zijn in onze inrichtingen. En dat zijn mensen die hier zomers op vakantie komen. Want zoals u weet is Beekbergen een toeristendorp bij uitstek. En we hebben 3 à 4 keer het aantal inwoners in de zomer, als je dat vergelijkt met in de wintermaanden. Volgens Joop van der Meer, voorzitter van de dorpsraad, luistert de gemeente Apeldoorn wel naar hun klachten, maar je moet een lange adem hebben. Er komen aardig wat zaken bij kijken, waarvan je op het eerste gezicht ook vaak zou denken, nou is dat ook belangrijk. Wat dan? Bijvoorbeeld de plaats, waar moet zo'n toilet komen? Het moet zodanig zijn geplaatst dat er geen omwonenden zijn die daarvan hinder kunnen hebben. En het moet zodanig zijn dat het wel bereikbaar is voor mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn. Bij navraag bij de gemeente blijkt dat er al een kant-en-klaar plan ligt die vrij snel gerealiseerd kan worden. We hebben daar een oplossing over bedacht. We doen alles in samenspraak met de dorpsraad Beekbergen-Lieren. We hebben hen voorgesteld om met een Green Pea, dat is een plasbak die in Amsterdam op 28 juni voor het eerst geplaatst is. Die hebben we inmiddels besteld in samenspraak met de dorpsraad. De dorpsraad heeft ook aangegeven dat zij willen dat de gemeente dan wel verder onderzoekt of er ook nog een andere mogelijkheid is voor een openbaar toilet in Beekbergen. Dat hebben we ook toegezegd. Wij verwachten dat die Green Pea, dat openbaar toilet, met name voor mannen, dat die dan met 14 dagen geplaatst gaat worden. Er ligt ook al een plan klaar voor een openbaar toilet waar ook vrouwen terecht kunnen. In de Hoge Weien is een ruimte voor een bezemkast die aan de buitenkant sluit. Aan de achterkant wordt al een inpandig toilet is daar al gevestigd. Dus met relatief weinig kosten zouden we daar een openbaar toilet die ook geschikt is voor dames en voor toeristen zouden we daar kunnen realiseren. De gemeente en de horecaondernemers zorgen samen dat er mobiele toiletten tijdens de Veluwse avondmarkten komen te staan. Daarmee zou het toiletgebruik in de horecazaken moeten afnemen. De politie maakt bekend dat alle 8 overvallen in Apeldoorn zijn opgelost. In korte tijd werden die onder meer gepleegd in een tankstation, snackbar, dierenwinkel, Wibra, trekpleister en het Kruidvat. Een man van 30 jaar zonder woon- en verblijfplaats wordt van 5 gewapende overvallen verdacht. Een 34-jarige man, ook zonder woon- en verblijfplaats, heeft 3 overvallen gepleegd. Beide mannen opereerden te voet of met een gestolen fiets. Niet duidelijk is of de verdachten samenwerkten. Donderdagavond raakte een scooterrijder gewond na een botsing met een personenauto. Het ongeval vond plaats op de kruising Laan van Kuipershof en de Leidekkersdreef in Apeldoorn. De scooter reed op het fietspad tegen het verkeer in. De scooterrijder is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bijrijder raakte licht gewond en werd ter plekke behandeld. De bestuurder en bijrijder van de auto kwamen met de schrik vrij. Zowel de scooter als de auto zijn zwaar beschadigd. Een korte maar felle brand heeft donderdagavond een slaapkamer verwoest. Rond 10:30 werd de brand ontdekt in een vrijstaande woning aan de Lange Grafte in Apeldoorn. Op het moment van de brand waren de bewoners niet thuis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de slaapkamer helemaal uitbrandde. De rest van de woning liep veel rook- en waterschade op. Niet bekend is hoe de brand is ontstaan. Kijk voor het nieuws uit jouw regio ook op onze website rtv-apeldoorn.nl. Onze nieuwsuitzendingen zijn daar ook op te zien. Ga naar rtv-apeldoorn.nl en je bent gelijk op de hoogte. Morgen is het vrijwel bewolkt met een aantal stevige regen- of onweersbuien. Het wordt dan een graad of 25.
In de avond en nacht is het wisselend bewolkt, maar blijft het droog. Bij een matige wind koelt het af naar zo'n 15 graden. Zondag en maandag is het wisselend bewolkt met zonnige perioden en blijft het droog. Overdag wordt het een graad of 27 en 's nachts wordt het zo'n 17 graden.